met het zingen van Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met mijn daden paren. 17e vers van Psalm 119. Verzoeken met eerbied en aandacht te luisteren naar het lezen van Gods woord, wat u vindt opgetekend in de profetieën van Jesaja en daarvan het 54ste hoofdstuk, Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Maak de plaats uw tent wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhindert het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in.
want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet geschande worden. Maar gij zult de schaamte uw jongheid vergeten, en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is de man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden, want de Heere heeft u geroepen als een verlatene vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u torenen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grond vesten, en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijn, en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden, wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik ten verderf geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heeren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwiglijk leeft, die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Eer dat we verder gaan, wilden we eerst overgaan tot de bediening
van de heilige doop. Wordt verzocht. Pinter wordt verzocht. Er stond na de bediening te willen zingen. Psalm 100, Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Opent uw mond en wat er verder volgt. Jan Hendrik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Johannes Arnoldus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Maria, Johanna, Gerdina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Adrianus, Philip, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Rijk, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Rut, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Albertus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Hendrikus, Johannes, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Maarten Teunis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Psalm 32, de verse 4 en 5. Gij zijt mij hier ter schuilplaats in gevaar. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt mij daar ge mij in ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En wat er verder volgt in het vierde en vijfde van den 32e psalm. Inmiddels wordt uw gelegenheid geschonken, uw liefdegave uit te reiken. Thank you.
verlies. Ons tekstwoord voor dit avonduur vindt uw aandacht opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte. Profetieën van Jesaja, het 54ste hoofdstuk en daarvan nader het 13e vers, waar Gods woord al dus luidt. En al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn tot zover. Beluister in ons tekstwoord het volk op Jezus' schoot. Ten eerste stil bij hun leraar. Ten tweede bij hun onderwijs. En ten derde bij hun vrede. Dus nogmaals gezegd, beluister hier het volk op Jezus' school. Staan ten eerste stil bij hun leraar. Gelijk in onze tekst staat de Heer. Ten tweede het onderwijs, geleerd zijn. En ten derde hun vrede. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. Wij worden dus hier bepaald bij Jesaja's profetie, die niet alleen de oordelen heeft aangekondigd, die Juda en Jeruzalem zouden treffen, die in een ruime mate heeft gesproken van de komst van Christus. En van zijn lijden sterf, van zijn vernedering en van zijn verhoging. Maar die ook in ruime mate heeft gesproken van de weldaden van Gods kerk. Hoofdstuk 54 ten volgende. Daar spreekt hij van de vermeerdering van Gods kerk. En het slaat in zonderheid ook op de toebrenging der heiden. Zingt vrolijk gij onverheugbaar. En die niet gebaard heeft maakt geschal met vrolijk gezang. En juich die geen barensnood gaat. Kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Zelden zeggen, uit de heidenen zullen er meer toegebracht worden als uit de joden. Dat waren de getrouwden. De heidenen waren nou de eenzaam. En nou kan je het ook overbrengen op Gods kerk in zijn geheel. De getrouwden, dat zijn degene die de man hebben. Dus die mogen weten door het ware geloof op rechtsgronden dat Jezus hun koning is. En zij als vijanden met God verzoend zijn, dat zijn de getrouwden. Eens andere geworden. En dan wordt met eenzaam aangeduid de bekommerde kerk. Die wel weten geboren zijn. Maar die in bekommering over de aarde gaan als ze wel waarlijk bij dat volk horen. Of Jezus wel waarlijk hem zijn bloed voor hun gestort. En of dat die rechter wel in waarheid door Jezus voor hen voldaan. Daar komt het voor hen op aan. Dus mensen die zijn de meer als die de man hebben hoor. Maar het zijn ook kinderen Gods. Daarom die moeten de onverrugbaarheid steeds meer eeuwen. Die moesten toch zingen, bewijs dat ze niet zingen kunnen. Die hebben de harp meestal aan de willen gaan. Maar hier zegt de profeet. Zingt vrolijk en onvruchtbaar.
gij die niet gebaard hebt, maakt vrolijk gezang. En ik beluister hier dat volk op Jezus komt. Dan moeten wij nou net terecht komen. Hier is geen sprake van een aardse school. En van een aardse academie of hogeschool. Hier is sprake van de hoogste school. Want hoger is het. En wel gelukzalig zijn degenen die op die school gebracht worden. Al uw kinderen zullen van de Here geleerd zijn. Dus die worden alleen door de Here geleerd. Die brengt hij ook zelf op zijn school. Want er is niemand hier van natuur op Jezus school geboren wordt. Nee, dan ben je bij een ander op de leerschool, hoor, bij de duif. Wij dragen het beeld des aards. Adam gewoon een zoon naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Want hier wordt ons voorgehouden de zekere behoudenis van Gods kerk. Omdat aangewezen is de vastigheid van het eeuwige verbond. Moet je goed onthouden. Staat voorop. Want bergen zullen wijken. En heuvelen zullen wankelen, zegt hij. Maar dan komt. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijn vrede zal niet wijken. Want dat is een vredeverbond. Daarom zal de vrede van dat volk groot zijn. En dan gaat hij een bedrukt Sion aanspreken. Gij bedrukt door onweder voortgedreven. En ongetroost ziet, zegt hij, ik zal u stenen gaan zielig leggen en zo. En wat zegt hij dan? In aansluiting op dat voorgaan. En al uw kinderen zullen van de Heer geleerd zijn. Dus dat zijn al de verbondskinderen, hoor. Die kindertjes die wij straks gedood hebben, dat zijn geen verbondskindertjes. Zolang als ze niet weten geboren zijn. Al hebben ze teken en zegel van het verbond. Vandaag trekt men er wel langer hoe verder uit. En met een gedoopt voorhoofd, dan ben je wel een beetje korter bij God. Al zegt men niet dat men dan niet dood is in zonde en misdaden. Zo ver gaat men nog niet, dat durft men nog niet aan. Maar we hebben wel zo voorrecht boven de heiden dat we toch iets korter bij de Here zijn. Maar ik lees in de waarheid, het is dood of leven, mensen, of je gedoopt voor het of niet. Dood in misdaden en zonde. Dus wat dat betreft zijn we geen stap korter bij de Here als de heid. Geen stap korter. Op de vlakte van het veld liggen. Vertreden onze bloedrode schuld. Dus mensen, wat moeten dat plaats hebben en voorbijgaan? Zullen we bij die kinderen horen? En als de Here voorbij gaat, gaat hij die kinderen leren. Daarom zegt hier de profeet, en al uw kinderen zullen van de Here geleerd zijn. Weten de kinderen in de natuur, die hebben een vader en een moeder. Dat kan niet anders. En die worden met smart voortgebracht. Al deze kinderen, die hebben ook een vader en een moeder, hoor. En wie is dan de vader? Dat is God zelf. De vader aller genade. Zij liggen van alle eeuwigheid in het goddelijke vaderhart verklaard. Zijn ze nou nooit uitgevallen. Ook door Adams diepe val niet. Ze zijn wel Gods gunst en gemeenschap kwijtgeraakt, maar ze zijn nooit uit God. Ze zijn nooit uit God gevallen. Ze liggen van eeuwigheid in dat hart verklaard. Maar ze liggen wel buiten Gods gemeenschap door Adams val.
Daarom moeten ze toegebracht worden. Daarom zei je dat God drie enige is hun vader. Dat zullen ze straks eeuwig mogen weten. Als hun strijd gestreden is. Als ze het geloof behouden. En als ze afleggen aan lichaam der zonde en der zelfs, dan mogen ze eeuwig weten dat God drie enige vader is. Want ze zijn uit God geboren. Ten tweede, die kinderen hebben ook een moeder. En ook nog een echte moeder ook. En wie is dan de moeder? Dat is de kerk. Die levende kerk. Denk maar aan wat Paulus schrijft. Jeruzalem daarboven is, zegt hij, dat is onze allemaal. Dan worden hiermee aangeduid de ware geloof. Uit Jood en Heiden bij. Daarom staat er ook, en al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Dus de Joodse kinderen ook, maar die heiden ook. En daarom heb ik gezegd, die hebben een vader, God drie enig. Ze zijn uitverkoren ten eeuwige leven. Zijn de beminden des Heer. Zijn Hefzibah, mijn lust in haar. Zij zijn zijn bruid, die hij van eeuwigheid getrouwd. Het geestelijke is er waar hij nooit van af. En hoe bang en benauwd als ze het ook hebben hier op de wereld, hij zal toch doen. Dat hij ze in de eeuwigheid niet kan overgeven. Al stormt het nog zo hard van binnen. En al stormt het nog zo hard van buiten. Al lijkt dat al hemel en aarde tegen hen is. Hij zegt zelf van dat volk. Hoe zal ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zal ik u overleveren, o Israël? Hoe zal ik u stellen als Adumar, als Zeboim? Mijn hart is in mijn omgekeerd en al mijn berouw is tezamen ontstoken. Al uw kind. Geen groot voorrecht, vaders en moeders, zouden we daar nou bij mogen. Net er een wonder plaats gaat. Dan zijn we ook gekocht. Want die gekocht zijn, worden toegebracht hoor. En die betaald zijn, worden ook toegebracht. En Jezus heeft ze gekocht. Met de dure prijs van zijn middelaar. En hij heeft zo betaald in de volheid van de tijd. Toen hij de uitgeroepen er is volbracht, was de volkomen betaald. Daarom mogen we hier met recht zeggen, het zijn verbondelijk. Want hier staat Heer met kapitale letters. En dat duidt ons niet aan dat ermee bedoeld wordt de schepper van hemel en aarde. Maar dat leert ons dat hiermee aangeduid wordt de eeuwige verbondsgod. Die met al dat uitverkoren zaad een eeuwig verbond gesteld is. Een verbond dat in de eeuwigheid nooit verbroken kan worden. En dat zijn nou juist de ware bondelingen. Die door de dood heen de eeuwige goederen volmaakt zullen beërven. God drie enig, zijn zalige gemeenschap. En dan zegt ons tekstwoord dat zij een leraar hebben. Want er staat hier duidelijk, en al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijn. Dus mensen, dat is geen mens. Ze zijn dus op Jezus school gebracht door de verbondschool. En dan weten wij dat we op school een leraar heb. Niet één leraar, maar veel leraars. Je hebt scholen die twee man sterk zijn. Je hebt scholen die drie man sterk zijn. Je hebt scholen die vijf man sterk zijn. Je hebt ook scholen die acht tot tien man sterk zijn. Dat wil dus zeggen acht of tien man onderwijzend personeel. En die worden op die school dan onderwezen. En dan worden ze eerst ook op school gebracht om daar onderwijs te ontvangen. En zo is het nu ook op Jezus school, mens. En wie brengt ze nou op Jezus school? Dat doet nou geen één mens. Geen één mens ter wereld kan ze daar opbrengen.
Dat wil niet zeggen dat God geen mensen gebruikt, hoor. Hij stelt zijn knechten uit om het woord te gaan verkondigen. En om de waarheid recht te snijden. En die wil die toch wel eens gebruiken, al is het maar zeer weinig in deze tijd, als slijk aan zijn heilige vingeren om blinde ogen te openen. Dat wil dus zeggen om door de prediking dat woord te gebruiken, zijn geest met dat woord te paren om een ziel te wederbaren. En wanneer nou een ziel wedergeboren wordt, die wordt dan op Jezus school gebracht. Die komt er alleen maar op door wedergeboorte mensen. En zo'n academie die bestaat er op de wereld niet. Hij is er wel op de wereld, maar die is van boven. De hoogste academie met mensenwijsheid, die is nog van de wereld ook en op de wereld. Maar dit is de allerhoogste, die is van boven. Die worden hier op school gebracht. En dan krijgen ze hier een leraar en dat is God erin. Want de Vader wordt een leraar genoemd, de Zoon wordt een leraar genoemd, de Heilige Geest wordt een leraar genoemd. Daar heb ik gezegd, een leraar. Want de drie-enige God is werkzaam van alle eeuwigheid om de zaligheid van dat volk te werk te stellen. Is de Vader dan leraar jou? Hij wordt genaamd de Vader aller genade, de Vader van alle barmhartigheid. Denk maar aan 1 Petrus 1 vers 3, waarvan Petrus zegt, geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die door zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Denk maar wat Johannes, wat de Heer Jezus zegt in zijn omwandeling op aarde. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Ik zal hem opwekken ten uiterste daar. Gelijk in de profeten gezegd is. Al uw kinderen zullen van de Heer geleerd zijn. En zegt hij dan, en die het van mijn Vader gehoord en geleerd heeft, die komt op mij. Dus wat duidelijk is de Vader een leraar. Hij trekt ze. Hij overtuigt ze door zijn geest van zonde, gerechtigheid en van oordeel. De Zoon wordt ook een leraar genoemd. Maar hij is de hoogste profeet en leraar, zegt ons zondag 12. Wie is een leraar gelijk hij? Daarom is de belofte ook al bij Joa. Ik zal u geven die leraar der gerechtigheid. Die de gerechtigheid zal aanbrengen en door zijn geest toepassen. En denk maar in zijn omwandeling op aarde. Wat heeft hij de schare kostelijk geleerd? Dood en leef, vloek en zee. De dood buiten hem, het leven in hem. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die in de Zoon niet gelooft, die heeft het eeuwige leven niet. Maar de toorn Gods blijft op hem. En ten derde mensen is ook de leraar van dat volk de Heilige Geest in zonderheid. Die uitgaat van de Vader en van de Zoon. Daarom zegt de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart en de troost. Die ik u van den Vader zenden zal. Die zal u alles leren en indachtig maken. Hetgeen wat ik tot u gesproken heb. En je moet nooit vergeten, gemeente van Opheusden. Hij is het juist in zonderheid. Die een ziel onderwijst en zijn verloren staat. Die plaats maakt voor Gods eeuwige deugden in het hart. En op grond van de eeuwige gerechtigheid Christus verheerlijkt. Want hij zegt zelf, hij zal het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Ziet mensen daar, dat is een leraar. Dat geldt heel hun leven. Vanaf de dag dat ze wedergeboren worden.
tot een dag dat ze de laatste adem uitblazen, want ze zullen nooit uitgeleerd komen. We stappen over naar onze tweede hoofdgedachte, hun onderwijs. Wat ik lees in mijn tekst, en al uw kinderen zullen van de Heer geleerd zijn. Dus dat geldt de kleine en de grote. Je hebt op school kleine en grote, hè? In de eerste klas en in de grootste klas. En je hebt er die veel leren en je hebt er die weinig leren. Zo is het nou geestelijk ook. De ene krijgt meer van de Heer te leren dan de ander. Dat is door alle eeuwen heen zo geweest. En die kinderen die leren op school van alles, daar zullen we nou niet bij stilstaan. Optellen, het liefste tellen ze nog op ook. Maar op deze school moet je aftrekken leren hoor. En goed aftrekken leren ook, tot hij nul overhoudt. Op school willen we een graag een heel groot getal hebben en nog graag bovenaan staan ook. Maar die op Jezus school komen, die moeten steeds naar beneden. Hij moet wassen, zegt ons Johannes. En ik zeg, die moet minder worden, dus dat is aftrekken. En aftrekken mensen, daar steken onze natuur in hoor. Wij willen graag vermenigvuldigen om een groot getal te krijgen. Maar wij moeten zo vermenigvuldigen dat we steeds minder worden. En op die school van Jezus, daar worden kostelijke lessen geleerd. Daarom is het ook hier de belofte. En al uw kinderen zullen van de Heer geleerd zijn. En wat zegt Salomo? Weet je wat Salomo zegt? Een ziel zonder wetenschap is niet goed. En een volk zonder verstand wordt omgekeerd. Maar gelukzalig is hij die wijsheid vindt. En die ziel vangt is wijs. En haar wijsheid is beter, haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver. En de inkomsten dan uitgegraven goud. Haar wegen zijn liefelijkheid en haar paden vrede. Dus die ziel die wijsheid vindt. En zegt hij, een boom des levens is hij die ze vastgegrepen heeft. En die vast mag houden, die zal wel gelukzalig zijn tot eeuwig. Daarom zegt Johannes ook, gij hebt een heilige, de zalving ontvangen van de heilige. We zullen daar niet verder op ingaan in Jeremia 31, daar kun je er ook nog heel wat van lezen. Van dat onderwijs wat Gods kerk krijgt. Hij zal hun wet in hun binnenste schrijven. En in hun hart. Dus dan komen we daarbij mensen dat hij ze gaat onderwijzen in de drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is nou juist zo noodzakelijk om die zielsbevindelijk te leren kennen. Op een aardse school kun je ze nog leren met je verstand. En in de kerk door het onderwijs, het zij door de prediking of door het lezen van onze vader, dan word je er ook in onderwezen met je verstand dat er drie stukken nodig zijn om gekend te worden, om zalig te worden. Maar zullen wij nou echt zalig worden en eeuwig bij de Heere zijn, dan moeten we deze drie stukken op Jezus school leren. Dan gaat er anders naartoe. Nee, dat hebben Gods kinderen nooit kunnen denken, dat het zo echt zo is. Want dan leert hij ze door geest en woord bij. Dan gaat hij zo'n ziel overtuigen van zijn nameloze ellendestaat. Maar zo'n ziel geeft hij verlicht over des verstands, om de scheiding te mogen leren kennen die hij zelf geslagen heeft door eigen schuld tussen de Heer en zijn ziel. Dan wordt zulkeen op Jezus school nameloos ongelukkig. Die gaat gevoelen de grootheid van zijn kwaad. En dan gaat hij al bij aanvang verstaan mensen niet de kleinheid van de zonden en van de ellende, maar de grootheid. Daarom zegt ook de onderwijzer hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
omdat zij tegen de allerhoogste majesteit bedreven zijn. Daarom zijn het grote zonden. Moet je altijd maar opletten. Als een mens geen zaligmakende genade heeft en heeft veel roeringen, uitwendige roeringen, door de algemene werking des geestes, die probeert altijd de zonde te verkleinen. Neem Saul maar ten voorbeeld. Want die had het zaligmakende werk niet hoor, die was niet op Jezus gekomen. Maar waar Gods geest gaat werken en hij wordt op Jezus school gebracht en die geest gaat hem onderwijzen, dan worden de kleinste zonden grote zonden. Omdat zij door die zonden niets anders gedaan hebben dan God tot toorn verwekt. En zulke leerlingen op Jezus school, mensen, dat wordt nou een wonder voor dat de hemel hem nog dekt en dat de aarde hem nog draagt. Hoor je dat vandaag nog? Zulk onderwijs kom je bijna niet meer tegen. Ook bij de levende kerk niet meer. Dat tekent de donkerheid der tijd waarin dat wij leven. En krijgt u wat hij onderwezen, dat is schuld de hemel hoog is. Dat kan er niet bij, dat kan er niet overeen. Het is een berg waaronder hij verpletterd denkt te worden. En hij gaat met David gezuchten. Gevoel de grootheid van mijn kwaad. Waardoor mijn ziel gevoelt het diepste wond. Die krijgen een wonder, mensen. Echt een wonder. En dat is wel zo'n wonde die hij wel probeert te verbeteren en die probeert hij zelf te helen met zijn werken. Dit doen en dat laten, maar hij moet juist aan die wond sterven. Moet hij aan die wond sterven, juist sterven. Opdat die enige heelmeester die wond zal helen. Jezus Christus en die gekruist. Want hij nou aan die wond sterft die door die scherpe pijl geschoten wordt, dan wordt hij een verloren zondaar. Zonder hoop, zonder verwachting. Dan is er geen één lichtpuntje meer, mensen, maar dan is die uitgewerkt. Je hebt een zondag kunnen horen over die broeders van Jozef. Met al de vroomheid kwamen ze daar terecht. Niks meer in te brengen. Daar ging Jozef zich pas openbaarst. Enige zalig. Ten tweede, zo'n ziel die krijgt onderwijs in Gods heilig recht. Want ten eerste gaat hem onderwijzen waar de liefde in het hart is uitgestort, dat hij met een onkreukbare rechter te doen heeft, die nooit van zijn recht afstand doet. En in de waarneming van zijn hart een verterend vuur is. En een eeuwig gloed. Dus die zondaar die gelooft echt niet dat hij op Jezus school is, want die denkt dat hij verteerd zal worden. Maar de vrucht zal openbaren dat hij werkelijk op Jezus school is. Oh, en dan gaat hij uitroepen, zo gij in het recht wil treden. O Heer en gadeslaan, ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Hij wordt onderwezen in Gods heilige wet, dat hij die overtreden heeft van dag tot dag en van uur tot uur. En dat hij al de geboden overtreden heeft en dat de vloek der wet op hem komt te rust. Och, dan gaat zo een die op Jezus school is. Als een vervloekte over de aarde, alles getuigt tegen hem. De balk in de wand, de steen uit de muur. En overal waar hij zijn voetstap ook zet, dan is hij nou echt een bedrukte. Een door onweder voortgedreven, een ongetroosten. En mensen, dan zal hij op die school ook leren Satans listen. En Satans lasteringen, want zo'n ziel die wordt niet met rust gelaten, die dag en nacht tot God keert. En die smeekt om een kruimeltje genade, waar dags en dags vermenigvuldigd worden, waar ze de nachten door God keert. En die smeekt om een kruimeltje genade,
Laat op zijn daags vermenigvuldigd worden. Waar ze de nachten doorbrengen met klagen. Waar ze niet af kunnen laten met hart en oog. Op de effen naar omhoog, daar gaat de duivel ze kwellen. Je hebt geen heil bij God. Je hebt veel te lang gezondigd, veel te zwaar gezondigd. Tegenlicht en beter weten ingezondigd. Je tijd die is voorbij en je kunt nooit meer zalig worden. Die wereld die kan al bekeerd worden en Gods kinderen die zijn eeuwig gelukkig. Maar zij staan overal buiten. Is het een wonder dat zulke in ziel denkt, er komt nooit geen blije dag meer in mijn leven. En als ik straks sterf, dan is het eeuwig ondergaan. Maar dan leert hij ook juist, want die school van Jezus onvoorwaardelijk buigen. En wanneer nou die ziel door die geest onvoorwaardelijk leert buigen, dan krijgt hij een welgevallen. Bij aanvang of voortgang in de straf der ongerechtigheid, dan wordt hij toch zo roerend met God eens in zijn eeuwige ondergang. En dan geeft dat gemak in zijn ziel. En dan leert hij ook juist kennen die bittere vijandschap van binnen, dat hij nooit met God verenigd zal worden. Dat hij nooit Gods recht kan beminnen boven zijn eigen zaligheid. En dan komt de vijandschap wel openbaar om op die school ook te leren dat hij nou niet als een bekeerd mens, en nou ook niet als een vroom mens en als een mens met veel bevinding, maar dat hij op die school nou als een goddeloze gerechtvaardigd moet worden en als een vijand met God verzoend moet worden. En ziet mensen, daar gaat nou de ziel leren hoe dat hij verloren ligt. En dan gaat hij nou eens juist leren wat hij nou eeuwig verdiend heeft. Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, staat. En als hij dan nergens meer heen kan en nergens geen uitkomst meer heeft. En zelfs zijn zuchtingen nog een eind nemen, dan gaat die geest hem leren op Jezus komen. Die enige echt van ontkomt, die zaligmaker Jezus Christus verheerlijken, waar geen andere naam onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dan gaat die geest hem leren hoe door zijn middelaarswerk ingeleid te worden. Van kribbe tot kruis wordt hij dan wel eens geleid en onderwezen. Waarom hij onze menselijke natuur heeft aangenomen. Waarom hij mens heeft willen worden. Waarom of hij God heeft moeten blijven. Om al zo die twee ongelijke partijen weer met elkander te verenigen. Och, wat wordt een ziel op Jezus school dan wel eens onderwezen. In zijn profetische bediening hoe dat hij geleerd heeft. De wet volkomen heeft onderhouden, de vloek van de wet geheel heeft weggenomen. Dat hij leerde als machthebbende, niet als de schriftgeleerde. Wat worden ze wel eens onderwezen in zijn priesterlijke bediening? Hoe dat hij zichzelf een god onstraffelijk heeft opgeofferd, goden der vader. Aan het vloekhout der schande heeft laten nagen, dat voor zulke een. En wat worden ze wel eens onderwezen in zijn koninklijke bediening? Dat hij voorspoedig rijdt op het witte paard. Zijn er eeuwige overwinning. Ziet mensen, zo krijgt Gods kind het onderwijs op Jezus school. En dan wordt een ziel wel eens onderwezen door die geest. Dat ze ingeleid worden in dat eeuwige verbond. En in die verbondsluiting van een nooit begonnen eeuwigheid. Omdat ze hem zien naderen tot de vader. En zegt, ziet vader, hier ben ik. Ik zal mijzelf geven. Ik zal u recht verheerlijken. Ik zal u deugden verhogen. Ik zal die wet onderhouden. En ik zal die vrijbrief gaan verwerken. Ik zal voor hen de dood nemen. O, als ze daarin onderwezen worden, mensen, dan zingt de ziel net niet weg. En wat zo'n ziel ook onderwezen, hoe noodzakelijk de verzoening is. Door hem met God verzoend te worden. Want dat te missen is zo geen ziel op Jezus school zo onbekend. Waar leren ze de krachteloosheid en de machteloosheid. En al eeuwig onder als die geest doorgaat trekken.
om ze rechtvaardig verloren te doen gaan. Gods eeuwig deugde verminnen boven hun zaligheid. Maar dan Jezus tussen beiden treedt in dodelijk strijd geweest. Om in hem verzoening te mogen ontvangen. Hun schuld uitgedelgd en vrede met God krijgen die alle verstand te boven gaat. En die vrijspraak mogen ontvangen en door die geest als kinderen aangenomen. O, al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Ten derde mensen hun vrede. Want er staat hier en de vrede, uw kinderen, die zal groot zijn. Je begrijpt wel natuurlijk dat hier niet van een aardse vrede gesproken wordt. En dan wordt hier van de vrede gesproken in tegenstelling van de hoge nood. Waarin dat volk eerst verkeerd heeft. Waar banden des doods hen omringen. En waar beken baby als hun ziel verschrikt. Nou ja, dan slaap je niet meer hoor, jongens en meisjes, echt. Nee, dan heb ik wel al nachten over de vloer gelopen. Als die beken baby als los waren. En die angsten de hel mijn ziel trof. En dat die lasteringen die vloeken de ziel doorsneed. Och, dan weet de ziel niet waar hij zich bergen. Dan is die echte vrede hoor. En dan ga je van achteren zien dat dat het onderwijs is op Jezus school, om tot die vrede te geraken. Dan staat hier en de vrede, uw kinderen zal groot zijn. Dus eer dat ze dat deelachtig mogen zijn, dan zullen ze wel weten wat onvrede is. En wat het wil zeggen, eeuwig van God gescheiden. Van die drie enige verbondsjoh. Is het een wonder dat Gods kind een dag en nacht treurt. Dat hij dag en nacht treurt, mensen. En bij ogenblikjes zijn tranen de vrije loop laat. Dat hij nou die vrede mist, van zo'n ziel, die werkelijk van op Jezus school is, en door de Heere geleerd wordt, is niet om de hemel te doen. Hemelzoekers zijn er vandaag genoeg. En gemoedelijkheid is er ook nog wel genoeg. Maar zulke een ziel is het om God te doen. Dan zou een echte God zoeken in al zijn zielsverdriet. En weet je wat zulk een volk dan ondervindt? Eer dat ze die vrede krijgen. In het wenen naar God. In het wenen naar en om Jezus. En dat het hun zonden zijn die hem gehangen hebben aan het kruis. En zijn handen en voeten hebben doorgraven. Omdat Gods recht verheerlijk moest worden. Dan wil zo'n ziel zich dan al liever doodwenen dan weer terug. Die is ook echt niet jaloers op die godsdienst van deze tijd. Die had hem maar praten en redeneren kunnen. Want de meeste tijd gaan die kinderen die door de Heer geleerd zijn zwijgend over de aarde. Zwijgend over de aarde. En zeer zeker mensen als ze de onvrede moeten inleven. Al hebben ze wel eens vrede gesmaakt, steeds weer onvrede. Omdat ze ver van God afleven. Ver van Jezus afleven. En die zalen maken de bediening des geestes zo mis. En daarom heb ik gezegd, die onvrede liever dood weet. Als we als terug naar een eigenwillige godsdienst. Want er zit een zoetigheid in dat weet. Want de werkingen des heilige geestes die zijn bij aan. Dat er niets meer tussen komt te zitten. En een uur mensen die ontroeren is. Dan gaat een openbare grote en vaste ding. Die zij voor enige weten nog gekend hebben. Dan gaat die zielheid in dat werk wat hij op hen aangebracht heeft. En in het werk des vaders waartoe de vader hem gezonden heeft.
Oh, dan smelt de ziel weg in lichaam van in lied en in traan. Oh, dan worden ze gewaar dat ze ingewaan drobbelt van barmhartigheid. Over zulke verloren volk dat al hoop vergaan is. Alle verwachting totaal verloren. En zou zulke een bekendmaking dan verborgen blijven. Bij een ziel waar dat gebeurt, mensen, zal in de huisgezin openbaar komen. Dat zal in de familie openbaar komen. Dat zal ook in de wereld openbaar komen dat God zulke wonder doet aan zulke verloren Adams. Eer dat je die vrede krijgt in het wenen naar God. In een tweeën naar en om Jezus. Dat het hun zonden zijn die hem gehangen hebben aan het kruis. En zijn handen en voeten hebben doorgraafd. Omdat Gods recht verheerlijk moest worden. Dan wil zo'n ziel zich dan al liever doodwenen dan weer terug. Die is ook echt niet jaloers op die godsdienst van deze tijd. Die had hem maar praten en redeneren kunnen. Want de meeste tijd gaan die kinderen die door de Heer geleerd zijn zwijgend over de aard. Zwijgend over de aard. En zeer zeker mensen dat ze de onvrede moeten inleven. Al hebben ze wel eens vrede gesmaakt, steeds weer onvrede. Omdat ze ver van God afleven. Ver van Jezus afleven. En die zaligmakende bediening des geestes zo mis. En daarom heb ik gezegd, die onvrede liever dood wordt. Als weer als terug naar een eigenwillige godsdienst. Want er zit een zoetigheid in dat weet. Want de werkingen des heilige geesten die zijn bij aan- en voortgang zoet. Denk maar aan de Dordtse leerregels. Als ze spreken over de wedergeboorte. Een bovennatuurlijk werk, een wonderlijk werk en een zeer zoet werk. Dus dat wil Gods kind voor heel de wereld dan niet ruilen hoor. Al ben ze nog zo ongelukkig bij aanvang en voortgang. Voor heel de wereld. Voor al het goud en zilver. Want als ze nou die zoetigheid van dat wenen kwijt zijn, dan ben ze nog veel ongelukkiger. Want ze mensen nou doodsbenauwd dat dat weer overgaat. Want dat bindt hun toch aan de troon. En dat doet heel de wereld als niets acht. En dat doet God in Christus beminnen boven alles. We hebben gezegd, mensen, geen aardse vrede. Het gaat hier over een geestelijke vrede. En een hemelse vrede, vrede met God, drieën. Zoals we gehad hebben in het paradijs. Want die nou op Jezus school komen en geleerd worden van de Heer, kom allemaal in het paradijs terecht. Niet één uitgezonderd. En omdat de tijd voorbij is, kan ik er niet veel meer van zeggen. Maar dan moet je dit maar goed onthouden, dan worden ze allemaal Adam. Dan heeft Adam het niet meer gedaan, maar hebben zij het gedaan. Ik heb gezond. Ik heb de breuk geslagen. En mensen, dan wordt ze leven wonder als ze ooit vrede met God ontvangen. En we hebben gezegd, dan krijgen ze het onderwijs dat Jezus die vrede verworven. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. En de hel van het verderf. Hij heeft Gods toorn gelust. En op grond van dienstgerechtigheid belooft al dat ellendige schuldige volk vrede. Hij zal zijn volk verzegelen met vrede. Vrede geef ik u, vrede laten. Niet gelijkerwijs de wereld hem geef ik u die uw hart worden niet ontroerd. Een vrede die alle verstand te boven. Een vrede die een ziels maakt op grond van recht. Want die hebben rechtvaardig naar de hel gekund. En die hebben vrede gekregen in Christus toen hij zich openbaarde. En zich verklaarde in de ziel als die dierbare borg en zalig maar. Hij bracht een liefelijke vrede mede die hele hart vervult. En wat hadden ze daardoor, mensen? Vrede met de hemel en aarde. En ik hoop dat al Gods kinderen wat eens een keertje zien. Wat de dichter van Psalm 85 heeft gezongen.
En dan mogen ze dat wel eens zingen in de nachten van verdrukking. Als die dierbare koning afdaalt door zijn geest. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het rechtbeeld. Dan spruit de trouwe daar de blij ontmoet. Gerechtigheid ziet neer van zevenzoek. Wordt nou het grote wonder, dan is er geen vloek meer. Dan is er geen vloek meer, mensen. Dan is het enkel vrede. En dan staat hier in de vrede, uw kinderen zouden groot zijn. En waarom nou groot? Waarom dat die vrede nou groot zijn? We weten dat een aardse vrede ook groot is. Als God die uit Nederland weg zou nemen, zou het er verschrikkelijk naartoe gaan. En als al die zwarten en Ammonezen over ons gaan heersen, wie weet mensen wat we dan gaan beleven. Ik heb nou zien in Ars, waar de rechtsproces praat, zit over die treinkapers. Het is een belegerde stad. Een belegerde stad. Is dat nog nooit in de jaren gebeurd die achter ons liggen? Is dan geen vreselijke toestand in ons vaderland? Ik heb gehoord van een ouderling uit Rotterdam, die is van de week s'avonds overvallen door 3 abonnees. Ze hebben gedacht dat die geld bij hem had. Bijna gestikt. Dat is nog wonderlijk, heeft hij eraf gebracht. Die loopt niet veilig meer in je eigen land. Omdat we God verlaten. En dan zegt de profeet, ziet ze hebben des Heeren woord verworpen. Wat wijsheid zullen ze dan hebben? De handen die hangen slap. En de knieën die struiken. Het gezag is er niet meer. Maar dan zal erop aankomen, mensen, deze vreed. Die gaat, die is groot. Ten eerste, die is met het geweten. Ten tweede is dan met hemel en aarde. Vraag maar aan Gods kinderen. Dat ze toen vrede hadden met de hemel. Vrede met de aarde. Vrede met de dieren des velds. Vrede met de bomen des hemels. Met de bomen des velds. Met de zon, maan en ster. Kan je nooit verklaren, mensen. Dat is Gods werk. Er is geen één dominee die daaruit kan klaren. Bestaat niet. Die kan er maar van stamen. De vrede, uw kinderen. U zal groot zijn. En zelfs met de heilige engel. Ik denk dat al Gods kinderen die dan engelen wel eens horen zingen in de ring. Vanwege de blijdschap dat er een zondaar bekeerd is. Dat naar Gods vrije wagen en kracht is de eeuwige verkiezen door iets. Maar die vrede is nog meer groot. Waarom, mensen? Omdat hij van de Heer afgaat. Hij is de grote Sionske. Hij is de heerschappijvoerder van hemel en aarde. Hij is de God aller eeuwen, van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Groot wegens de verdienst. Want hij is niet betaald met goud en zilver. Aardse vrede kan je nou met goud en zilver betalen. En aardse vrede, als er oorlog is, die wordt ook vaak met bloed betaald. Maar deze vrede is betaald door de dood des zoons van God. Hij heeft zijn bloed gestort op de aarde. En ten derde, mensen, groot is die vrede. Omdat hij uit vrije genade geschonken wordt. Zonder in zich als mensenwaardig. Is dat niet groot? Hij nou een hele grote gift krijgt in de wereld waar hij niks voor gedaan heeft. Enkele, is dat dan niet groot? En dat aan schuldigen en ellendigen. Zoveel te meer dan deze vrede. En tenslotte, mensen, moeten gaan eind de duur. De aardse vrede is maar kort. Maar zeer kort. Maar deze vrede zal duren tot in alle eeuwigheid. Ja, maar waarom is Gods kind dan zo ongerustig? Omdat ze niet door het geloof leven. Omdat ze niet door het geloof leven. En als ze zo weinig onderwijs ontvangen op Jezus God om van zichzelf te vallen. Want dan zouden ze meer in deze vrede delen in Christus. En dreigen niet meer leven. Daar zit nog net op vast. Daarom geen heerlijkheid gaat er van Gods kerk uit. Maar welke stormen dat er ook komt. En elke banden de hel hen ook kunnen bekennen. Zie maar bij Jacob. Zie maar bij David.
Hij moest nog zeggen, gij weet hoe zwaar het moet op haar. Maar ze hebben toch uiteindelijk die vrede helemaal gekregen. Nu naar de zie. Uw zaligheid. Wacht ik alweer. En daarvoor zeg ik, verlang naar u. En die vrede wordt straks nooit verstoord. Die vrede die blijft eeuwig dezelfde. En die vrede zal ook nimmer meer eindigen. Daarom staat u. En de vrede, uw kinderen, zullen groot zijn. Is dan hier wel gelukzalig volk, mensen, die op Jezus komen. Mogen wezen daarom. We zullen er even van zeggen. Uit Psalm 147 en daarvan het zevende vers. Hij wil in gunst uw heil bewerken. Wat er verder volgt, zevende van 147. Gezegd dat we in een gevaarlijke tijd leven. En die ouderling die overvallen is, dat is ouderling Nelen. Die laatst nog een zondag bij me was met zijn vrouw. Aan de kerkenraad gekomen. En drie abonnezen of zwarten die hebben hem daar overvallen. En er is een auto gestopt. Anders was je er misschien al niet meer geweest. Daarom zei ik nou wonderlijk in het leven behouden. Ze hebben zeker gedacht dat hij geld bij hem had of wat ook, dat weet ik niet. Maar ik bedoel nou maar mee, je loopt al niet veilig meer langs de straat. En dan zou je misschien zeggen, ja dat is in die grote stad Rotterdam, maar wat zou er hier gebeuren? Wat zou er al meer in Nederland gebeuren? Dan ik zei, de aardse vrede
is een geschenk van Gods algemene goedheid. En als die nou ook wegneemt. Mensen, dat is een verschrikkelijke verwoesting. En wie weet hoe gauw dat ons leven dan afgesneden wordt. En nou neem ik toch aan dat je allemaal naar school gegaan hebt. Wij misschien meer en een ander minder. Vroeger gingen ze niet zoveel naar school. Die een paar jaar ouder zijn dan ik, die gingen maar tot 11 jaar naar school. Maar ik heb nog tot 13 jaar gegaan. Ik heb 8 jaar een lagere school gegaan. Omdat ik maar 5,5 jaar op school zat. En we hebben allemaal een wijsheid gekregen. Misschien er een meer is dan ander. Er zullen er misschien bij zijn die hebben kunnen leren en niet willen. Er zullen er bij zijn die hebben wel gewild, maar niet kunt, gekund. Dat is ook Gods vrije bedeling, hoor. Dat hij de ene meer capaciteiten geeft als de ander. Maar ik vind het wel verschrikkelijk. Als je wel kunt en je wil niet. Dat is verschrikkelijk. Het andere is ook erg. Als je wil en je kunt niet. Dat is ook erg. Maar als je nou wel kunnen en niet wil, dan ga je talenten begraven. Al ben ik wel bang van de wijsheid van tegenwoordig. Want dan zie ik er wat afvallen. Daarom moest de profeet ook al zeggen in die tijd, toen Jeremia dat zei. Met die wijsheid is hier een woord verwerkt. Wat wijsheid zullen ze dan hebben? Maar nou met dat alles, mens, al hebben we al het grote voorrecht, al bij dan kinderen van een godzalig voorgeslacht, hij niet meer hebt als dat. En de plaats mag je natuurlijk nooit ledig laten staan, en je moet onder Gods woord verkeren en Gods woord naspeuren. En een gedoopt voorhoofd. En voor de waarheid nog vechten ook. Want ten eerste is de waarheid niet te grabbelen. En laat jij je niet misleiden. Ik heb jou meer gewaarschuwd. Met die schijn van rechtzinnigheid. Dan hebben ze wel de woorden, maar je hoort de zaak niet, mensen. Je hoort niet dat ze dat onderwijs gekregen hebben. En hoe dat ze dat gekregen hebben. En hoe dat ze daaronder gesteld waren. Daar zal het op aankomen. Dan ga je een zuivere scheidslijn trekken. Dan krijg je een hoop bekeerde mensen. Hele kerk vol. Een hele kerk vol mensen, maar die nooit van God geleerd zijn. Hè? Enkel maar door een mens. En nou krijgt de ene meer van de nieren te leren dan de ander. Daarom heb ik gezegd, daar ben je niet mee op Jezus goed. Wat dan? Dan moet er een groot wonder gebeuren. Abraham kwam erdoor om op Jezus school gebracht te worden. Rut haalde uit Moab op Jezus school gebracht. Ja. Rachab de Loer, die moest hij hebben. Het was een uitverkoren vat. Moest op Jezus school komen om onderwezen te worden. En op een wonderbaarlijke wijze bewaard en verlost. En ga zo maar door. En ga maar naar de tempel, mensen, daar kan je er ook eentje vinden die op Jezus school was. Die fariseer, nee, dan ben ik laat naast. Hij heeft verkeerde bril op. Want die fariseer ging niet achter in de tempel staan, die fariseer ging vooraan staan. Die was ook op een school, hoor, en dat was een fariseer. De nauwst gezette sect, het onderhouden van de wet. Maar is nooit op Jezus school geleerd. Dat kwam aan de taal openbaar. Want op Jezus school, mensen, dan leerde taal Kanaans. Ik heb een albassen aan mijn ouderling gehad, die kende 8 talen. 8 talen. Maar dan ken je nou 14 talen van de wereld, die kent de taal van Kanaan niet, mensen, moet je nog even verloren gaan. Mooi nacht verloren. Jezus school had die taal geweest. En dan moet je naar de tollenaar. Daar kan je de taal aan antwoorden.
Een schuldige zondaar, een verdoemelijke zondaar, een vervloekte zondaar, die niet waardig was een plaatsje achter in een dep. Bij de taalkamers. Die kern, oh God, wees me zondaar genadig. Vandaag durven ze het ook rustig omhoog te heffen. En dan lopen er ook wat met hoofd naar beneden. Die er niks van menen, die van de mensen gezien willen zeggen. Ik denk nog aan die mensen in Amsterdam. Er waren er ook twee, die waren erg vroom. Maar er was ook een bekeerde man bij. Er was ook nog een bekeerde man. Die was opgewekt hoor, die had een opgewekt karakter. Die liep niet altijd met het hoofd naar beneden. En heel die scheepswerf, die had toch achting voor die man. Die had achting voor die man. En als ik me niet vergis hoor, dan was het de vader van Herman Bas, die nou nog leeft. En die komt die twee mensen tegen in de kerkstraat. En die liepen allebei met hoofd gebogen op de grond. En de ene heet Jan. Hij zegt, Jan, zul je je hoofd omhoog heffen, want God heeft je recht geschapen. Want hij geloofde er niks van, een heel die bekering van die mensen. Ze liepen dan met hoofd naar beneden. Maar zo bij die tollenaar, daar is er niet zoveel. Daar hoorde het al kaart. En toen ging die gerechtvaardig naar zijn huis. Toen was hij van goed van God geleerd. En die even staan. En de vrede, uwe kinderen. Die zal groot zijn. Mijn onbekeerde medereis. De Heer mocht je nog gedenken. Hij eist van je bekering. En dan moet je met de verantwoording niet beginnen op Golgotha, zoals ze tegenwoordig doen. Hoor, je moet beginnen in het paradijs. Daar hebben wij Gods beeld verwoest. Daar ligt de grootste verantwoording. Daar hebben we de eeuwig levende verlaten, de vloek op ons gelaten. Dus je begrijpt wel, die op Jezus schuld terecht komen, die leren zich allemaal als een vervloekte kennen. En als ze dan die grote vrede mogen leren kennen, dan zullen ze ook weten waar die vandaan komt. Enkel uit eeuwige liefde is, naar het welbehagen des Vaders. En dan een gezeten. Dan mensen niet moedeloos hoor. Nee, dan zien ze over dood en graag wel eens heen. Anders kunnen ze wel eens zo moedeloos zijn dat ze van de bed nog niet af kunnen. Of ze zitten met het hoofd tussen de benen, dat ze nergens geen inzicht meer in hebben. En dan is het een wonder van de wereld. Maar dan komen ook alle bezwaren precies op één hoop terecht ook nog. Precies op één hoop. Eeuwig wonder als die ze dan moed en kracht geven. En een eeuwig wonder als de koning zijn aangezicht dan als aan zo'n opstandeling en ongelovige vertoont. En de vrede meebrengt. En de vrede uw kinderen zal roepen. Wat ben je dan ongelukkig? Vaders en moeders, jongelingen en jonge dochters, kinderen in ons midden, met al je aardse wijsheid, die gaat straks het graf. Die gaat het graf. Denk maar aan die wijze Nebukadnezar, och die arme man die ligt in het graf. Zijn lichaam is al gegeten van de worm, zijn ziel is een deel. Wat heeft hij eraan? Echt, je weet, hij weet nou dat hij gezegend geweest is. Met zo'n rijkdom, met zo'n wijsheid. Wat weet hij nou? Dat hij zulke gaven heeft ontvangen, dan mist hij die eeuwige vrede. En nou mensen, aan de ene kant echt te waarderen dat we de aardse vrede, de natuurlijke vrede nog mogen hebben. Want we hadden verstrooid kunnen zijn, we hadden verjaagd kunnen zijn. Ouders van elkander gerukt en de ouders van de kinderen enzovoort in kampen en overal hadden kunnen verkeren. Wie weet wat er voor de deur staat. Och, dat we maar mochten bidden en smeken of God ons terug deed keren tot de wet en tot de getuigenis. Maar boven alles, dat die plaats mocht maken voor die vrede. En onszelf als het ellendigste schepseltje van heel de wereld leren kennen. En dat we eens een keer bij aanvang en bij voortgaan. We zouden mogen uitroepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Och mensen, dan verwacht de ziel de hel zal geopend worden. En dan wordt net de hemel geopend. En in plaats van een eeuwige oorlog
oorlog met God, krijg je een eeuwige vrede met God door Christus. Door Christus. Als je zo uit die diepte op hem mag zien, die zij hij doorstoken, maar het grootste wonder uit voor zulke. En dan verstaat hij er iets van en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Die dan niet waardig zijn om de naam van kind te dragen. Het is waar. Niet waardig zijn. Dat die nou die vrede hebben. En dan verstaan mensen. Och, dat je dat nou eens deelachtig moet worden. Dat dat nou een vrede is uit de eeuwigheid. Door de tijd heen tot in alle eeuwen eeuwigheid. Uit de eeuwigheid. Want het komt allemaal uit de eeuwigheid. Maar dan door de tijd. Om er straks eeuwig van te zitten. Eeuwig van te zitten. Want dan zullen ze eeuwig gezegend worden. Worden met die vrede. Daarom een onbekeerde mee bij het nameloos geluk. En volk van God. Waar ben ik ook aan nameloos ongeluk. Wat kunnen wij buiten die vrede staan? Wat is er weinig onderwijs? Daarom geen vernedering. Daarom geen verootmoediging. Daarom geen waar schuldbesef. Daarom geen zondaar. Daarom geen buigen. En daarom geen onderwerp voor dat verheven voorwerp. Bij aanvang of voort. Och, och. Wat moeten we onszelf niet veroordelen? En aanklagen. En we kunnen het. We kunnen dat ongeloof, dat ongeloof. Dat ongeloof, mens. Het is geen wonder dat Bujan spreekt van die grote reus. Die grote reus. En Gods kind nou heel doorleven mee te worden. Is er maar één die het verbreken kan. Die die reus Goliath kan overleven. En als die dat doet vol. We zullen dat nooit vergeten. Dan had hij toch wel een slagen willen gebruiken. Slagen. Laat je van achteren ook zien dat die slagen nou net op zijn plaats waren. Om u op je plaats te brengen. Om u die vrede in Christus te geven. En dat je mocht ervaren, wij worden al de tijd overgegeven in de dood om Jezus. Omdat het leven van Jezus, ons sterfelijk lichaam, openbaar zal. Gode tot Heer. Dan die vrede met God, vrede met die heiligen. Omdat ze zichzelf mogen verlusten in grote vrede. En wat zal dan straks zijn volk als er geen dood meer is? Wie moet je 1000 doden sterren? En hier zijn 1000 angsten die je ziel kwamen. En als het als het ware voor een geopende hel moet verkeren. Hij geen been meer om te staan, maar o eeuwig wonder. Dat je nou in die handpalmen gegraveerd bent. Dat je daarom die eeuwige vrede over dood en graf zult ontvangen. Och, die prikkel is er toch uit weg, volk. Al lijkt het voor u nog zo scherp. Want denk dan dat die dood een scherpe prikkel kan zijn. Dan moet je maar eens aan gaan kijken. Dat moet er zo maar op aankomen. Dan is het een scherpe prikkel. En dan dat verderf van de hel. Dat al uw beenderen zo'n been. Maar Jezus heeft weggenomen. Hij zal er ook voor zorgen op zijn tijd. Als de uren daar straks is. Om u door de dood heen. De eeuwige vrede te geven. Daar zal geen duivel mee kwellen. Daar is geen boos lichaam. Geen lichaam der zonde en des doods. Daar is geen ongeloof. Daar zult ge dan ook eeuwig huppelen van zielenvreugd. En daar is uw blijdschap. Eeuwig onbepaald in die vrede die nooit vergaat. Aan. Heer, ge mocht het woord zeggen. Och, doe nog eens woord. Ge mocht er nog eens eentje bekeren. In het midden van dit deeltje nu bergen, waar ge vroeger toch zo rijk gewoond. Och, was nou arm. Was nou arm. Die hebben toch van die vrede getuigd. En die hebben getuigenis gegeven dat ze op Jezus school gebracht zijn.
Dat weet dit nageslacht. Oh, grote koning, mogen hun hetzelfde hier. Ze hebben hetzelfde nodig. Om wel getroost te leven en zalig te sterven. Ontferm u dan over ons. Breng ons veilig wat we verwachten. Langs de onveilige wegen. Och, menig een is levend van huis gegaan en dood thuisgebracht. En wij zijn niet beter. Het kan ook ons overkomen. Mochten we dan altijd bereid zijn. Zult ge dat nog weer eens schenken. Even gekomen. En al zo het hart nog in iemand, dat we nooit geen rust zouden krijgen. Voordat we die rust gevonden mochten hebben. Om dan als een naakte, onblote zondaar bekleed met Jezus' gerechtigheid te mogen zingen. Hier wordt de rust geschonken. We smeken het vaak. Tot verzoening over onze zonde bewaar ons het verder van deze week. En zie een genadelijk te neder. Om Christus willen aan. Zingen we ten slotte Psalm 131. Daarvan het derde vers. Mijn ziel die naar den vrede haar, morrend ongenoegen vraagt, is in mij als een kind gesteend en heeft zich met uw wil vereend. Derde van 131. Ontvangt de zegen des Heren, gaat heden in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.